Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de collectie Love, Luck & Dragons. Het is een collectie die er ineens was, niet echt voor aangekondigd werd en ik vond de producten er mooi uitzien. Dus ik heb de producten gekocht en in deze video ga ik samen met jullie kijken of het de moeite waard was om deze producten aan te schaffen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of het de moeite waard is deze collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Normaal gesproken in dit soort video's geef ik altijd wat extra informatie over een collectie. Alleen bij deze video kan ik dat helaas niet doen, want ik heb geen persbericht binnen gehad van deze collectie. Hij was er gewoon ineens en ik weet dus niet wat ze willen zeggen met deze collectie. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat de collectie geïnspireerd is op het Chinese nieuwjaar, maar dat is een aanname die ik zelf heb gedaan. Dus ik weet niet of dat deze klopt. Ik zal de prijzen van de producten in ieder geval eventjes in beeld neerzetten. Dan laat ik je de producten gewoon eventjes zien. Allereerst hadden ze een setje met nagelstickertjes. Heel erg leuk. Deze hebben de naam 01 Manifesting Love & Luck gekregen. En het zijn gewoon hele leuke stickertjes met draakjes. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wat steentjes waarmee je je nagels gewoon heel erg leuk kunt versieren. Ik heb ze nog niet gebruikt, maar ik vond het wel een heel leuk extraatje. En heb ze wel gekocht. Daarnaast hadden ze een lipstickhouder en die vind ik zelf heel erg tof. Deze heeft de naam 01 Daily Dose of Dragon Luck gekregen. En het is dus gewoon zo'n houdertje waarin je je lipstick kunt stoppen. Er zit nu nog wat papier in, dat zal ik er eventjes uithalen. En stel je gaat weg, heb ik wel eens een keertje gehad. Dan neem ik altijd mijn lipstick mee die ik op dat moment draag. Ik heb wel eens gehad dat de top eraf vloog. Dus je hele tas zit dan onder de lipstick. Nou, je hebt gewoon de houder, daar doe je dan de lipstick in. Je klikt hem dicht. En dan is je lipstick eigenlijk gewoon helemaal goed veilig om mee te nemen. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En het is gewoon een leuk extraatje. Er hangt ook een leuke hanger aan. Dus dat hier, je kunt er bijvoorbeeld ook iets langs aan hangen, waardoor je hem bijvoorbeeld om je nek kan doen. Maar de sleutelhanger is ook heel leuk met een kwastje eraan en een draakje. Dus dat vond ik ook echt een heel erg leuk item. Die ging ook online best wel hard. Online is de collectie nog steeds te koop. Waarom wil die nou niet meer dicht? Maar ja, ik vond hem wel gewoon echt super leuk. Dan hebben we een lip en cheek tint. Dat is deze. Deze kun je zowel op je lippen gebruiken als op je wangen. In deze video zal ik hem alleen op mijn wang gebruiken. En dan zal ik een plaatje in beeld nu zetten van hoe het eruit ziet op mijn lippen. Want we hebben al lipproducten erbij zitten. Deze heeft de naam 01 Wild But Cute But Wild gekregen. Ja, die namen zijn altijd wel bijzonder. Heeft gewoon eigenlijk een standaard sponsapplicatortje. En zo ziet de swatch eruit. Je ziet dat die vrij glanzend is, maar ook wel licht een beetje transparant. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hij heeft wel een hele lekkere geur, maar hij ruikt ook meer naar een lipstick dan dat ik echt denk van voor de lippen. Maar goed, daar kunnen we hem op gebruiken, dus dat gaan we ook zeker natuurlijk proberen. Dan hebben we een oogschaduwpalette en dat is deze. Ook super leuk. Deze heeft de naam 01 Follow the Dragon Sparks gekregen. En hier zitten 9 kleuren met oogschaduw in. Je kunt ze dus ook weer activeren met water of droog gebruiken. Dus je kunt ze de kleuren intenser maken. Hij ziet er dan zo uit. Hier zit dan ook een heel leuk draakje in verwerkt. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Het is wel een hele leuke, heel leuk palet om te zien. Ik zie hem hier zelfs ook nog weer terugkomen, het draakje. Ik zal even een paar kleuren opnemen voor de swatch. Oh, het staat er ook bij. Kijk, deze kun je dan ook nat gebruiken en droog. Dus het geldt niet voor alle kleuren, maar die dus wel. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Zo zien de swatches eruit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd in combinatie met de ooglook hoe dat eruit gaat zien. Maar ik vind het wel een heel leuk palet. Zijn de kleuren heel origineel? Dat denk ik niet per se, maar ik vind het wel heel leuk. Ook leuk die draak die aan de binnenkant staat. Echt zo'n grote draak. Dan hebben we een liquid eyeliner. En dit is een
deze. En hij is goud, wat altijd wel heel mooi is. Ik hoop dat ik de naam kan lezen, want dat wordt wel een uitdaging. Want roze op goud, ik ga even een zaklampje pakken, is niet de beste combinatie. Maar goed, we gaan het eventjes proberen of ik het kan lezen. Even kijken. Kan ik het lezen? 01, Sparkle. Sparkle Your, volgens mij. Maar ik weet niet zeker of dat dit klopt. Net wat ik zeg, ik kan het echt bijna niet lezen. Het staat ook niet op dit stickertje. Hij ziet er wel heel erg leuk uit met die roze details. Het heeft een heel fijn kwastje. Wat er heel mooi uitziet. Wat ik altijd wel heel prettig vind. Oh, de zwartje is echt heel erg mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar hoe die er op de ogen dan uitziet. Kijk, dit is de swatch. Die ziet er echt wel heel erg mooi uit. Veelbelovend als je het mij vraagt. Ben ik wel benieuwd naar. En we hebben twee lipsticks. Leuke hulzen. Zo zien ze eruit. Ik heb hier de kleur 01 Energy Level Dragon Like. En dit is een beetje een roze kleur. Wel heel erg mooi hoor. Ook op die lipstick zijn draken en zo vormgegeven. Dat vind ik er heel erg mooi uitzien. Pigmentatie ziet er ook goed uit. Laat ik jullie zo meteen zien. En we hebben dus deze. En dat is een rode kleur. En die heeft de naam 02 Dragon Dream in Red gekregen. En ja, ook eigenlijk weer hetzelfde met die mooie afbeeldingen op de lipstick. En die ziet er dan zo uit. Ik zie op de swatch wel degelijk echt ook wel kleurverschil. Dus dat is mooi. De roze en de rode. Heel erg mooi. Goed, dat zijn de producten. Ik ga eventjes een haarband in doen. En dan gaan we gewoon maar eens even de producten uitproberen. Want ik ben wel heel erg benieuwd geworden. Oké, we gaan beginnen met de blush. Ik heb even een spiegeltje erbij gepakt. Dus als je nu wat naar beneden zit kijken, weet je dat ik even de spiegel erbij pak. Omdat ik anders niet kan zien wat ik doe. Ik probeer mijn haar een beetje naar de zijkant te doen. Ik heb zo'n knoopje hier zitten aan de achterkant. Dat blijft mijn haar aan zitten. Maar dat is niet zo handig voor deze video. Ik ga denk ik gewoon een klein beetje aanbrengen. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus ik stippel hem gewoon een beetje. Ja, zie je, dit is heel lastig. Ga even aan de kant plukken. Zo, ik stippel hem een beetje erop. En dat doe ik ook aan de andere kant. Want de laatste tijd heb ik best wel wat liquid blushes uitgetest. En die waren dan best wel heftig. Wat op zich leuk is, maar als het te heftig is, dan ziet het er niet mooi meer uit. Dus ik ga hem gewoon blenden met een kwastje. En ik zie eigenlijk al wel weer dat ik te veel heb gebruikt. Dus ik probeer hem heel goed in te blenden. Maar je hebt dus veel minder nodig. Want ik denk echt wel dat je hem er heel natuurlijk uit kan laten zien. Maar je moet gewoon echt 1 of 2 stipjes zetten. Op zich kan het zo wel. Maar op de camera komt hij heftiger over als in het echt. En dat is een beetje lastig. Want in het echt is hij natuurlijker. Dat kan ik hier heel duidelijk zien. Maar de camera pakt het soms net wat heftiger op. Ja, ik vind hem er eigenlijk wel mooi uitzien als ik er zo naar kijk. Deze kant lijkt heel heftig dus. Maar deze kant vind ik al best wel wat natuurlijker. Ja, ik vind hem er wel mooi uitzien als ik er zo naar kijk. Hij is goed te blenden, dus ik vind hem wel leuk. Nou, dan gaan we door met de ooglook. Ik ga wel een roze ooglook maken, omdat ik denk dat de gouden eyeliner dan heel erg mooi uitkomt. Dus ik ga heel even kijken waar ik zin in heb. Ik ga denk ik beginnen met deze kleur in de arcadeoog. Dus we gaan dat gewoon eens eventjes proberen. Even kijken hoe dat een beetje oppakt. Ik vind het wel heel leuk dat er zo'n leuke die afbeelding ook in zit. Dat had ik niet helemaal verwacht. Ik zie wel gelijk dat deze vrij goed oppakt. En dat is altijd heel fijn. Hadden jullie deze collectie ook al gespot en dacht je van ik vind hem mooi? Of was het een collectie die je liever liet liggen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is altijd heel persoonlijk, vind ik. Ja. Een beetje swatch. Een beetje bewegen bedoel ik. Ik zei swatchen, maar dat klopt natuurlijk niet. Nou, dan vind ik die eigenlijk al gelijk wel heel goed.
Dan ga ik daar overheen met dit kleurtje. Dus deze. Dus we pakken weer even een kwastje. Ik weet niet of dit heel erg veel verschil gaat maken. Of dat die misschien eigenlijk gewoon al goed genoeg is. Ik heb niet het idee dat je die kleur er nog heel erg goed doorheen ziet. Die heeft meer een wat goudere glans die je erbij krijgt. Wat op zich ook wel mooi is. Maar je krijgt niet de diepte die ik normaal wel mooi vind. Maar dat maakt niet heel veel uit hoor. Nou, dit ga ik eventjes met elkaar blenden. Ik vond het echt wel een hele verrassing wat ik zei dat iedereen eens was. Want ik zag hem wel al op Instagram voorbij komen. Maar ik dacht, hey, ik heb hier geen persbericht van gehad. Zou het een collectie zijn die misschien alleen in het buitenland verkrijgbaar is? Want dat heb je soms ook wel. Maar dat was dus niet het geval. Hij kwam dus toch ook in Nederland. Dan ga ik in de arcadeboog met deze paarse kleur werken. Paars-roze kleur. Het lijkt me wel heel erg mooi. Het is wel een lekker compact paletten eigenlijk. Want de meeste paletten, als ze wat groter zijn, kun je ze ook bijvoorbeeld niet zo makkelijk meenemen. En dit is zo'n palette die je ook wel makkelijk mee zou kunnen nemen. Zou je dat willen natuurlijk. Zo, die zie je wel heel goed. Zo, die heeft mijn pigmentatie, daar zeg je u tegen. Daar heb je niet heel veel van nodig. Dit is trouwens niet de kleur die je ook nat kunt gebruiken, maar ik ben er ook niet zo'n heel voorstander van om dat te doen. Omdat ik merk dat de oogschaduws daarna niet zo heel erg mooi opdrogen, is mijn ervaring daarmee. Maar goed, als je dat wel heel leuk vindt, is dat natuurlijk gewoon een goede optie om wel te doen. Ik ga hem weer eventjes goed blenden natuurlijk, want hij is best wel heftig. Dus ik hoop dat hij een beetje mooi uitblendt. Zou wel fijn zijn. Ja, dat gaat eigenlijk wel redelijk. Ziet er wel goed uit. Je ziet wel heel goed het verschil. Deze is geblend en deze dus nog niet. Dan zie je dat die nog heel heftig is. Er komen de laatste tijd zoveel mooie collecties uit. Ik vind dat wel echt super leuk. En eigenlijk koop ik het meeste ook wel. Omdat ik het gewoon toch heel leuk vind. En ik vind het ook heel erg leuk om uit te testen in video's. Ja, heel erg mooi, maar hij heeft wel een hele fallout hier onder mijn oog. Dus ik moet zo even kijken met een kwastje of ik dat nog iets weg kan werken. Want je ziet dat hij heel erg wegvalt. En ja, dat is niet zo heel, dat hij heel erg tot onder zit. Dan ga ik op het bewegende gedeelte met deze kleur werken. Even kijken of dat ook een goede optie is. Dat gaan we zien. Ik weet het nooit van tevoren natuurlijk. Dus voor mij ook altijd eventjes een uitvindingje. Maar ik geloof dat deze wel goed uitpakt. Je moet hem alleen wel even goed opnemen, want je ziet al mooi die glans terugkomen. Ik kan jullie niet meer inzoomen dan dit, dus ik hoop dat het voor jullie ook goed te zien is. Maar ik vind hem er wel mooi uitzien. Hij heeft alleen een beetje opbouw nodig. Dus we doen gewoon wat extra laagjes, dat hij er echt een beetje uitspringt. Ik vind het zelf al wel een hele mooie look geworden, moet ik zeggen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat straks in combinatie is met die gouden eyeliner. Ik hoop dat dat ook mooi pakt. Maar dat gaan we even zien. En ik ga zo meteen dus even proberen of ik die fallout een beetje wegkrijg onder mijn oog. Dat zou wel heel fijn zijn. Ik vind dat mijn rechteroog weer beter pakt dan mijn linker, maar dat heb ik ook wel vaker. Dus dat is ook niet echt heel veel nieuws meer. En toen dipte ik in de verkeerde kleur. Ja, ik ga hem voor nu even zo laten. Ik ga even op het, in de binnenste ooghoek met dit kleurtje. En even op de, onder het wenkbrauw, op mijn wenkbrauwbot. En dan denk ik dat hij er heel mooi uitziet. Ik ga zometeen wel heel eventjes proberen of ik die fallout een beetje wegkrijg. Het is niet echt een hele highlight kleur. Hij is wel mooi, maar het is niet dat je zegt van hij springt eruit. En dat vind ik altijd wel leuker als dat het gebeurt. Ik zie hem op de binnenkant van mijn oog hoe beter als op mijn wenkbrauw.
Zo, dan zit hij er zo op. Ik ga even kijken of ik die fallout een beetje wegkrijg en dan zullen we de eyeliner erbij aanbrengen. De kleur is te intens om hem zo even weg te vegen met een kwastje, dus ik heb een klein beetje concealer aangebracht om hem daardoor wat strakker te krijgen. Dus ziet er net wat mooier uit. Dan gaan we nu door naar de eyeliner. Daar ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe dat er nu uitziet in combinatie met deze ooglook. Ik ben benieuwd. Ik vind het fijn dat hij een kwastje heeft, die zo smal is. Wauw! Oh. Ja, je ziet hem wel, maar ik hoop dat jullie het goed zien, want ik zie hem zelf heel goed. Maar ik hoop dat het voor jullie ook goed zichtbaar is. Ik denk wel, als je hier straks mascara bij aanbrengt, dat hij een beetje wegvaagt. Maar zo zie je hem wel. Heel leuk. Ja, ik vind hem mooi hoor. Ik vind hem er leuk uitzien. Ik moet wel zeggen, hij prikt een beetje. Hij doet een beetje zeer. Maar goed, verder vind ik hem er wel heel erg mooi uitzien. Ik zal even de look afmaken met mascara en een oogpotlood. En dan kunnen we even zien hoe dit uiteindelijk uitziet. Maar ik vind het wel een blikvanger zo met die gouden eyeliner erbij. Look helemaal afgemaakt met mascara en oogpotlood. En ik moet zeggen, ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Je ziet hem nog steeds wel. Dus ik vind het echt wel heel erg leuk geworden zo. Ik ben er wel heel blij mee. Goed, dan is het nu tijd voor de laatste stap en dat is natuurlijk de lipstick. Ik ga voor de rode kleur. Ik kan ook nog wel even een plaatje in beeld nu zetten van hoe die roze kleur eruit ziet op de lippen. Maar ik heb nu voor deze look wel zin in een rode kleur. Ik ben heel benieuwd hoe dat aanbrengt. Dus we gaan het proberen. Ik zal zeggen, mijn lippen zijn een beetje droog, dus ik weet niet of het er heel mooi uitziet. Ja, hij ziet er eigenlijk wel heel erg leuk uit. Ja, voelt goed aan. Ik weet niet hoe lang die gaat blijven zitten, maar ik vind hem er voor nu wel heel erg leuk uitzien. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden, moet ik zeggen. De look is helemaal klaar, dus tijd om even de producten na te bespreken. Het oogschaduwpalet. Ik vind hem leuk. Ik vind de kleuren leuk die erin zitten. Wat ik al zei, het zijn misschien niet de origineelste kleuren. Omdat het vaak kleuren zijn die wel regelmatig terugkomen. Maar ik vind hem toch wel heel erg leuk. Goede pigmentatie. Het blendt lekker. Alleen die felle kleuren die kunnen dus een beetje uitloop hebben naar de onderkant. Maar dat kun je dus makkelijk weer verdoezelen door een beetje concealer aan te brengen. Want het veegt niet zo makkelijk weg. Dus die vind ik top. Lip en cheek tint vind ik voor mijn wang eigenlijk al heel erg mooi. Ja, hij oogt op de camera dus donkerder. Maar als ik er zo naar kijk nu in de spiegel, denk ik, hij is ook wel heel natuurlijk. Het is gewoon mooi. Het heeft mij verrast. Blend goed uit, dus dat is heel fijn. Op de lippen weet ik dus nog niet hoe die gaat zijn. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet dus ook niet of dat die op de lippen lang blijft zitten of wat dan ook. En hoe die opdroogt. Maar dat moet ik zelf ook nog even ondervinden. De eyeliner vind ik ook echt wel super leuk. Ik vind hem dat hij mooi terugkomt bij deze look. Ik denk zelfs bij andere looks dat je hem nog mooier terug kan laten komen. Maar ik was wel heel erg onder de indruk van de kleur. Ik dacht eerst misschien ga je het helemaal niet zien bij de oogschaduw. Maar als ik naar mezelf kijk in de spiegel zie ik het gewoon echt heel mooi terugkomen. Dus die vind ik ook echt heel fijn. De lipsticks, ja, ik vind de rode kleur er heel mooi uitzien. Ik weet niet hoe lang ze gaan blijven zitten. Dat moet ik zelf ook nog eventjes gaan ondervinden. Want wat gaan ze doen als je gaat eten en drinken? Ik ga ervan uit dat ze wel af zullen geven. Want ze voelen best wel, een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ze voelen aan alsof ze af gaan geven. Ik heb soms gewoon dat gevoel bij lipstick. Omdat ze ook niet echt mat aanvoelen. Dus ik denk wel dat ze wat zullen vervagen. En dat je ze zult blijven moeten bijwerken. Maar ik vind deze kleur er wel heel erg mooi uitzien. Dus dat vind ik ook top. Al met al vind ik het wel een hele geslaagde collectie. Ik weet niet of die op dit moment nog in de winkel ligt. Maar ik weet dat die online nog steeds wel te koop is.
Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Laat ook zeker even weten wat je van de look vindt die ik heb gemaakt. En ik ben ook wel benieuwd of jij ook producten uit deze collectie hebt gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video nog wat zou willen kopen uit deze collectie. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!